De Putter & Co. Uw partner voor managementadvies, recrutering, overname- en fusiebegeleiding en logistieke consulting. We zitten hier op Febetra at Zolder op het legendarische circuit. Een fantastisch event met netwerking, workshops en zelfs testritten, zoals u kan zien. Wat mij vooral boeit, is de stand van Schoning VZ2 met twee prachtige projecten die echt wel in het oog springen. Maar vooraleer we daaraan beginnen, eerst nieuwsoverzicht. Na een omweg via Antwerpen en Brussel zijn de Transport & Logistics Awards dit jaar weer terug in de Neckerhal in Mechelen voor de inmiddels 30e editie van 's lands meest prestigieuze transport- en logistiek event. Op 11 mei verzamelen transporteurs, vlootbeheerders en logistieke professionals om de beste vertegenwoordigers per categorie te lauweren. 5 awards richten de schijnwerpers specifiek op innovaties in de transportsector. Transporteur van het jaar, Truck Fleet Owner of the Year, Green Truck Award, Digital Truck Award en de Truck Safety Award. En omdat een bijzonder jubileum vraagt om een bijzonder initiatief, wordt er dit jaar ook een supertransporteur gekroond. De voorwaarde is wel dat dit een voormalig transporteur van het jaar is. Stemmen op je favoriete supertransporteur kan via www.transportmedia.be. Een tafel of plaatsen reserveren op de Transport & Logistics Awards kan eveneens nog via de website. De laatste plaatsen zijn nu beschikbaar. Transport & Logistics Awards is een event van Transportmedia met de steun van de volgende partners. Voor de LCV-sector is het dan weer reikhalzend uitkijken naar de Best of Van. De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor alle Belgische professionals in lichte bedrijfsvoertuigen. Best of Van vindt zoal steeds plaats in het Waarboomhof in Groot Bijgaarde, waar een netwerkaperitief gecombineerd wordt met een awardshow en een culinaire gardenparty. Noteer alvast 22 juni in uw agenda voor dit niet te missen event. Beste mensen, naast mij staat Gino Witthoffs, zaakvoerder van Witthoffs Transport, uiteraard, maar ook voorzitter van Scholing VZW. Beste Gino, het is vandaag de ideale gelegenheid om promotie te maken voor hier Fast Track CNCE. Een fantastisch project natuurlijk, in samenwerking met de VDAB, het Sociaal Fonds Transport en Logistiek en uiteraard die ongelooflijke provincie Limburg. Maar wat houdt dat nu precies in? Oh wel, Fast Track staat voor heel snel, fast, een opleiding te voorzien voor het behalen van een rijbewijs CE. Het kan zowel voor de werkloze werkzoekende is het doelpubliek, maar evenzeer ook voor de mensen die al een job hebben en een carrière switch willen maken. Ja, en dus iedereen die ervan droomt om vrachtwagenchauffeur te worden, die kan gratis bij jullie terecht. Dat is juist, hè? Dat klopt, ja. En dat is dankzij de provincie Limburg en heel recent ook de provincie Oost-Vlaanderen. En we zijn ook in gesprek met andere provincies, ook onze partners SFTL en de VDAB, dat we dit traject gratis kunnen aanbieden. Ja. En het is met een stevige portie goesting en de juiste attitude van de kandidaten om ook door de screening te kunnen geraken. En als dat lukt, dan wacht een heel mooie opleiding van 3 maanden die we samen met onze partner erkende rijscholen dan een mooie opleiding kunnen aanbieden. De juiste attitude en vooral heel veel goesting, dat hoor ik u zeggen. En niet alleen exclusief in Limburg, maar nu ook in Oost-Vlaanderen. Ik wens u ongelooflijk veel succes toe met dit mooie project. En wij, beste mensen, wij gaan nu samen kijken naar een nieuwe reportage. Met de intussen 4e grootste vloot van België kende Altria Logistics Group de afgelopen jaren een sterke groei. Gegroeid vanuit Alders Transport in Overpelt werden er heel wat transportbedrijven geïntegreerd in het overkoepelende merk met de ster. Doelstelling? Een combinatie van diversificatie en internationalisering. Altria Logistics Groep doet vandaag een viertal hoofdactiviteiten. De eerste daarvan is het internationale huifwagentransport via de weg en intermodaal. De tweede hoofdactiviteit is het vervoer van de droge bulkmaterialen. Derde en groeiende activiteit is zeker en vast het transport van chemische vloeistoffen.
En last but not least, internationaal transport van afvalstoffen en recyclagematerialen. In totaliteit is Altria Logistics Groep vandaag een 625-tal trekkers en een 800-tal mensen. Om voorloper te zijn op het vlak van duurzaamheid en innovatie, doet het een beroep op een pool van gerenommeerde partners. In eerste instantie voor wat betreft innovatie concentreren we ons op digitaliseren van onze bedrijfsprocessen met behulp van nieuwe softwares. En in tweede instantie natuurlijk het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen is echt een kernpijler. We doen dat door middel van intermodale transporten, maar ook het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals natuurlijk in eerste plaats voor ons waterstof en in tweede plaats de elektrische truck. Om die piste te ontdekken, stapte Altria in maart 2022 in een proefproject met CMB Tech, waarbij de transporteur een jaar lang met een dual fuel truck reed, op een mengsel van waterstof en diesel dus. Wel, binnen het zero-emissie strategisch plan van de groep zien wij voor onze lange afstand een waterstof een betere oplossing, omdat dat ons meer autonomie in een versneld tempo zal brengen. Dit is voor ons de perfecte transitiegeneratie, die onmiddellijk in de reële wereld inzetbaar is. Deze dual fuel truck van CMB Tech is een vrachtwagen met een klassieke verbrandingsmotor, maar in plaats van pure diesel wordt er een mengsel ingespoten van waterstof en diesel. Hoe groter het aandeel waterstof in het brandstofmengsel, hoe lager de schadelijke uitstoot van de truck. De ombouw van onze trucks starten we in Antwerpen. We hebben daar een loods naast ons waterstoftankstation. Die is uitgerust om tot 20 trucks per maand om te bouwen. We doen de ombouw door 6 waterstofflessen op een frame te monteren. En dat frame gaan we installeren op het chassis van de vrachtwagen. De voordelen voor Altria, voor onze dual fuel truck, zijn vooral omdat het een groene oplossing is die vandaag beschikbaar is, maar die eigenlijk uiteindelijk ook betrouwbaar is en robuust. Zoals met elke nieuwe technologie zijn er stappen te zetten en die hebben we intussen in goede samenwerking met CMB Dotech gezet als één team. Het partnership met Altria wordt als heel waardevol beschouwd, omdat de inbreng van dat soort partijen naar het gebruiksgemak, naar comfort, ook hoe dat we in de toekomst kunnen gaan verbeteren. Momenteel werken we aan een tweede generatie van onze dual fuel truck die nog een hogere emissiebesparing zal realiseren ten opzichte van de eerste generatie. Om de planning te optimaliseren werkt Altria Logistics Group samen met Cargo. Deze nieuwe transportsoftware werd ontwikkeld door een team van transportveteranen en digital innovators met als doel een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen om snel en beter te plannen. Cargo is een van de enige TMS'en die echt focust op het automatiseren van orderingaven via artificial intelligence. En dan ook op het optimaliseren van de planning op basis van slimme suggesties. We zijn het contract met Altria aangegaan mid vorig jaar. Tot nu toe hebben we Hazards en Alders gelanceerd in januari en februari. En beide zijn zeer vlot verlopen. Maar daarnaast gaan we ook een netwerkmodule uitrollen die de verschillende entiteiten gaan toelaten om een planning samen te maken en vlot orders en ritten uit te wisselen. Door een betere planning kan Altria lege ritten verminderen, kosten verlagen en emissies beperken. Op termijn zullen alle bedrijven binnen Altria werken met Cargo. Cargo gaat de verschillende bedrijven toelaten om elk hun omgeving te krijgen waarin dat ze hun eigen werkwijze kunnen opnemen. Maar daarnaast gaan we ook een netwerkmodule uitrollen die de verschillende entiteiten gaan toelaten om hun planning samen te maken en vlot orders en ritten uit te wisselen. Altria Logistics heeft in België bijna 500 ingeschreven voertuigen. DAF is een van de huisleveranciers. Midden vorig jaar bestelde Altria nog een groot order van 86 DAF XG en XF-trekkers. Altria was een van de eerste transportbedrijven in België die deze nieuw gelanceerde DAF-modellen bestelde. De laatste stuks worden nu opgeleverd door Truck Trading Limburg. Truck Trading Limburg is als huisdealer al jarenlang de link tussen de DAF-organisatie en Altria. De samenwerking covert zeer veel aspecten. Het begint bij het aankopen van de voertuigen, waar wij in adviseren voor het afleveren van deze voertuigen. Verder werken wij op dagelijkse basis met het Altria-team om de vloot optimaal operationeel te houden. En we doen dit door de levering van onderdelen
geven van technisch advies als de serviceleverer vanuit onze werkplaats. De structuringgroep heeft in België en Luxemburg een tiental vestigingen waar aan DAF-voertuigen service geleverd kan worden. En zo kunnen we lokaal de Altrea Vloot, de Altrea Partners, vrij goed supporteren. Voor de nieuwe trucks werd de keuze voor DAF gemaakt op basis van een aanzienlijk lager brandstofverbruik, het chauffeurscomfort en extra veiligheidsuitrustingen. Er werd vooral gekozen voor de XG-uitvoering, met zijn grotere cabine het neusje van de zalm binnen het DAF-gamma als we kijken naar chauffeurscomfort. Er werd bovendien gekozen voor een Paccar MX-13 motor van 480 pk in plaats van de MX-11 motor van 450 pk. Net zoals alle andere grote vloten zal Altrea verder moeten vergroenen. We gaan dat doen samen met onze partner DAF, die daarvoor wel ideaal geplaatst is, om verder technologieën zoals elektrisch rijden, dual fuel, waterstof en zo verder te ontwikkelen. Voor bijna al zijn banden doet Altrea Logistics een beroep op de diensten van Continental. Alders is al meer dan 35 jaar trouwe klant, maar nu worden ook de zusterbedrijven binnen de Altrea-groep stelselmatig omgezet naar Continental. Wel, als huisleverancier van Altrea al meer dan 35 jaar zorgt Continental ervoor dat er altijd banden zijn die zij nodig hebben, niet alleen hier in Pelt, maar ook bij hun andere vloten die ondertussen over gans België verspreid zitten. We zorgen dat de groep Altrea van Continental een ondersteuning krijgt, zowel technisch als een volledige begeleiding in alle opzichten waar het nodig is. Het voordeel voor Altrea in dat opzicht is dat gelijk waar er een voertuig binnenkomt van welke vloot dan ook, dat ze altijd verder kunnen geholpen worden, dat ze kunnen depaneren ter plaatse. Continental ontzorgt Altrea voor alles wat banden betreft. Zij hebben een goed overzicht van al hun vloten. En dat is belangrijk, zeker gezien de diverse overnames. We geven een ondersteuning in alle landen van Europa. Wij doen volledig een depanageservice over gans Europa. Wat Continental betreft, als internationaal bedrijf, kunnen wij ervoor zorgen dat ze in alle landen eigenlijk terecht kunnen. We doen jaarlijks eens een keer een fleetcheck om te kijken of dat de vloot op druk blijft. Want druk is heel belangrijk, kan hen ook veel geld besparen. Maar ook het uitvallen van trucks vermijden, zodat de stilstand zeer beperkt is. Naast mij, beste mensen, staat Jelle van der Rijken. Jij bent vrachtwagenchauffeur. Je hebt je rijbewijs gehaald voor de vrachtwagen dankzij het Fast Track project van Scholing VZW. En is dat dan een droom die is uitgekomen voor jou? Jazeker. Sinds mijn tweede middelbare droom ik er eigenlijk al van om met de vrachtwagen te rijden. En dankzij Scholing VZW heb ik die kans gekregen voor met de vrachtwagen te gaan rijden. Jij bent dus vrachtwagenchauffeur geworden dankzij het Fast Track project van Scholing VZW. Maar wat houdt dat nu precies in? Hoe gaat dat nu juist te werk? Nu, ik begon aan het traject door in contact te komen met de mensen van Scholing VZW. Zij hebben mij dan eigenlijk uitgelegd hoe dat ik het traject ging doorlopen. Ik begon met mijn medische schifting. Daarna ben ik begonnen aan mijn theorielessen, heb ik mijn theorie-examen gedaan. Toen kreeg ik mijn planning voor het praktijkexamen en de praktijklessen. Sindsdien heb ik dan ook mijn rijbewijs C behaald. Het interessante aan het traject is vooral dat als je niet weet waar je moet beginnen, ja, dat jij volledig begeleid wordt door een hele traject. En in mijn geval was het extra positief omdat ik het traject gratis heb kunnen doorlopen. En dus nu ben jij een fiere vrachtwagenchauffeur bij Hielen Transport. Fantastisch natuurlijk. Ik stel voor dat wij ons nog wat gaan amuseren op het circuit. En de mensen daar, ja, die ga ik gewoon uitnodigen om zich te amuseren met de volgende beelden. Kom, wij zijn weg. Exact 5 jaar geleden besliste Van Moer Logistics om alle 730 trailers uit te rusten met het telematica-systeem van Swivo. Deze investering moest zorgen voor een vereenvoudiging van de transportplanning, een uitgebreide rapportage naar klanten toe en een beter overzicht van de bandenspanning. Vandaag bestaat die vloot al uit meer dan 1250 eenheden. Wat is de situatie 5 jaar later? We zijn met dit systeem nu aan de slag en uiteraard komen er een aantal extra wensen en noden naar boven. Waaruit blijkt dat we dus meer gedetailleerde informatie en extra rapportages uit het systeem willen kunnen halen. Anderzijds zijn er ook een aantal klanten en partners van ons die vragende partij zijn om extra data met hen dan weer te delen. Om te vermijden dat chauffeurs een verkeerde trailer ophalen of op het moment dat die nog niet klaar is, werkten Swivo en Van Moer Logistics samen een oplossing uit. Truck- en trailerpeiling. Deze nieuwe Swivo-toepassing herkent meteen welke trekker aan welke trailer werd gekoppeld.
Het systeem is sinds januari operationeel en moet de efficiëntie verder verhogen. Door het werken nu met een trekker-trailer-pairing, waarvan dat jullie de tracking unit hierachter op onze trailer zien, is onze data wel 100% accuraat. Wij weten ten allen tijde welke trekker dat met welke trailer onderweg is. Trekker-trailer-pairing is ook gekoppeld aan de canbus van het chassis of van de trailer. Naar asbelasting toe kunnen we dan ook gaan monitoren van oké, is een trailer of een chassis is dat nog in beladen toestand of is dat in lege toestand, waardoor dat we veel efficiënter en optimaler onze getrokken vloot kunnen gaan inplannen. Alle trekkers zijn voorzien van een tag. Op de trailers worden zogenaamde trailer units geïnstalleerd. Deze installatie is eenvoudig en gebeurt intern bij Van Moer Logistics. En met de data dat we in die domeinen capteren, gaan wij het transportmanagement systeem verrijken. En samen met het IoT Cloud Platform gaan we ervoor zorgen dat de beslissingen efficiënter worden genomen. We zijn elkaar blijven uitdagen om de bedrijfsprocessen van Van Moer efficiënter, duurzamer en veiliger te maken. Een bewijs dus dat een langdurige relatie loont. We maakten zo net kennis met voorzitter Gino Witofs, als ook met vrachtwagenchauffeur Jelle, wat betreft het fast-track concept van het Schoning VZW. Maar uiteraard zijn er nog veel andere transporteurs die daar ook gebruik van maken. En daar gaan we nu kennis mee maken. Hoeveel chauffeurs heeft u al aangetrokken via het fast-track systeem? We hebben toch al zeker een vijftal chauffeurs aangetrokken via het fast-track systeem. Ja, sinds we gestart zijn daarmee hebben we toch een vijftiental chauffeurs al kunnen recruteren. We hebben op dit moment twee chauffeurs aangetrokken. Eén met rijbewijs C en één met rijbewijs CE. Wat maakt van fast-track dat het zo belangrijk is voor deze sector? Wat zijn de grote voordelen van fast-track? Bij fast-track kunnen ze een opleiding gratis volgen. Moeten ze geen kosten betalen. En als bedrijf krijgen wij die kosten terug via de overheid. De grote troef van fast-track is natuurlijk het subsidieverhaal. De korte opvolging die ze geven eigenlijk naar de partners. De bedoeling is dat wij zeker daar verder mee gaan. En we zijn er erg tevreden mee hoe het nu loopt op dit ogenblik. Ja. Dank u wel. En wij beste kijkers, wij gaan gezwind door naar de volgende reportage. We zijn hier vandaag voor de levering van de eerste 100 e-transit aan een belangrijke klant, DHL. Dit maakt deel uit van een Europees contract. In alle landen worden er wagens geleverd aan DHL. En we zijn zeer blij dat we hier vandaag de eerste voertuigen kunnen afleveren aan DHL voor België. Je bent dus verplicht als leidinggevend logistiek bedrijf om die duurzaamheid ook te gaan waarmaken. Voor onze klanten, voor de maatschappij. Voor onze toekomst van iedereen. Dus heel belangrijk en we hebben daar ook heel concrete doelstellingen tegen 2050 CO2-neutraal overal in de wereld. Ja, we moeten volop inzetten op die duurzame mobiliteit, zowel in zaken persoonlijk vervoer als ook in zaken vrachtvervoer. En wat dat betreft ben ik altijd blij als er lokale private initiatieven zijn, zoals hier met DHL en met Ford. Dus kortom, dergelijke initiatieven zijn zeer belangrijk. Ja. We moeten echt weg van die fossiele verbrandingsmotoren. Deze levering van 100 elektrische kabinetten zorgt ervoor dat de last mile reeds voor 1/3 in Vlaanderen elektrisch wordt beleverd. En wij hebben nu voor Ford gekozen omdat wij na alle testen hebben gevonden dat prijskwaliteit en vooral ook de capaciteit van de range dat hier kan gereden worden met die kabinetten op dit moment voldoende is om de stap te zetten naar een verdere uitbreiding van onze vloot. Dus het is vooral de technologische evolutie die de driver is waarom we deze kabinetten hebben gekozen. Wij zorgen enerzijds voor subsidiemiddelen, zowel in de aankoop van de voertuigen, in zaken vrachtvervoer toch alleszins. En daarnaast hebben wij ook volop ingezet in zaken de laadinfrastructuur. Daar hebben we al verschillende calls gehad. Op dit ogenblik loopt er ook een call specifiek voor vracht en voor collectief vervoer. En daar kunnen mensen tot en met 31 maart van dit jaar aanvragen indienen om eigenlijk laadinfrastructuur te kunnen zetten op semi-publieke plaatsen. Dus het moet 10 uur op een etmaal ter beschikking gesteld worden van derden. En er kan ingezet worden op zowel trage laders als ook snelle en ultrasnelle laders. Ford is de nummer 1 in Europa op het vlak van verkoop van bedrijfsvoertuigen. Dit is een zeer belangrijk segment voor ons en wij trekken ook duidelijk de kaart van elektromobiliteit in dit segment. We hebben nu het eerste nieuw voertuig gelanceerd, elektrisch, full electric, de e-Transit 2 ton. En we gaan eind van dit jaar ook het meest verkochte bestelvoertuig in Europa, namelijk de Transit Custom. Die gaan we ook in elektrische versie aanbieden. En tegen 2024 zullen er al 4 elektrische bedrijfsvoertuigen beschikbaar zijn bij Ford. Naast mij, beste mensen, staat Peter van Dellem, oprichter en zaakvoerder van Transport van Dellem. En voor alle duidelijkheid, uit regio Antwerpen. Kent u het Fast Track project?
Fast Track is inderdaad gekend bij mij. Ik heb het leren kennen toen we met de Antwerpse Federatie samen met de Federatie van Limburg gezamenlijke vergaderingen deden. Daar kwam het onderwerp geregeld aan bod en via die weg ken ik het. Maar jammer genoeg ken ik het niet vanuit de Antwerpse omgeving. Nee, dus voor alle duidelijkheid, in regio Antwerpen is het nog niet actief. Oost-Vlaanderen doet al mee, Limburg uiteraard doet ook mee. Bent u daar een beetje jaloers op? Vindt u niet dat er nood aan is, ook in regio Antwerpen? Daar zijn wij inderdaad een klein beetje jaloers op, omdat elk initiatief voor aan chauffeurs te komen, is een initiatief dat we met open armen moeten ontvangen. Zo'n mooie provincie moet gewoon volgen, hè? Ik hoop dat het initiatief naar Antwerpen komt en dat we de steun van Antwerpen zullen krijgen voor dat te ondersteunen, zodanig dat we op termijn van die richting uit ook chauffeurs zullen kunnen aanwerven. Ja, ik denk dat de provincie Antwerpen nu geen andere keuze heeft dan mee te springen op die levensbelangrijke kar natuurlijk. U heeft het zeer mooie promotie voor gemaakt, waarvoor dank. En jullie beste mensen ga ik gewoon uitnodigen om samen te kijken naar de volgende reportage. Dank u wel. Dank u wel. Brusselnet heeft een bestelling geplaatst van een 50-tal voertuigen, waarvan hier de eerste zichtbaar is, een elektrische Volvo, voorzien van tal van brigadesystemen voor veiligheid. Backeye 360 Helicopterview, een systeem met 480 graden camera's, voor, achter, links, rechts. Deze vier camerabeelden worden verwerkt tot een helikopterview. Op het scherm zie je op de rechterkant beeld in helikopterview. De linkerkant beeld van de richting waarin je naartoe rijdt. Dus alle dode hoeken worden geëlimineerd. Twee, zijn ze voorzien van een sidescan predict, een systeem die een aanrijding gaat voorspellen. Sidescan Predict is een detectiesysteem. 6 sensoren worden op het voertuig gezet die kunnen bepalen wat de snelheid en de positie van een object is. Als het systeem gaat zien dat het object beweegt, dan gaat hij die beweging volgen en inschatten of het kan een gevaar zijn. Uniek in dit verhaal is dat Brusselnet ook gekozen heeft voor de MDR, de Mobile Digital Recorder, die de beelden die gemaakt worden door ons Backeye 360 systeem, dat die ook opgenomen worden. Brusselnet kan van op kantoor ingrijpen in een bepaalde situatie indien nodig. Zij kunnen live beelden gaan bekijken of zij kunnen naar beelden gaan kijken die 2-3 minuten tevoren gebeurd zijn. Vanaf juni dit jaar gaan wij onze camera's voorzien hebben ook van detectie. In deze versie zal dan ook onze helikopterview in 3D getoond worden. Naast Fast Track heeft Scholing VZW nog een nieuwigheidje gelanceerd, met name Scout. Scout is een systeem waarbij alle transport- en logistieke opleidingen worden gebundeld in één platform. Een soort boekingsplatform, laat ons zeggen. Het systeem verzorgt dus een geautomatiseerde opleidingsadministratie en geeft zelfs notificaties indien er certificaten moeten worden vernieuwd. En dit voor iedereen, dus voor alle medewerkers. En nu, beste mensen, neem ik jullie heel graag mee naar iets anders. Net op het moment dat wij op zoek waren naar CO2-neutrale oplossingen, belandde de LNG- en CNG-markt in 2022 in een ongekende crisis met aankoopprijzen die torenhoog waren. Gelukkig is de situatie iets of wat gestabiliseerd en kunnen we nu met een positief gevoel kijken naar de toekomst. Experts en beleidsmakers zijn het erover eens. Groene energie, zoals biomethaan of waterstof bijvoorbeeld, zullen een heel erg belangrijke rol spelen om van onze samenleving een klimaatneutrale samenleving te maken. Tijd om onze experts rond de tafel te brengen. Ik ga met u beginnen, beste Didier Hendricks. De situatie vandaag, hoe ziet die eruit? Vandaag is de prijs teruggekomen naar een 1,5 euro per kilo aan de pomp. Dus we zijn 3 à 4 keer lager dan 6 à 1 jaar geleden. Gelooft de transportsector nog in LNG en CNG?
Wel, ik zou niet weten waarom niet, hè, want die technologie is matuur. We hebben zelf ook de ervaring bij Ninatrans gebruik van LNG-voertuigen. En onze ervaring is dat die voertuigen naast dieselvoertuigen op dezelfde efficiënte, makkelijke manier kunnen gebruikt worden. Chauffeurs, mits een goede opleiding, die hebben er ook geen probleem mee. Het netwerk van tankstations is voldoende verspreid, dus we rijden er zowel nationaal als internationaal mee. Het is natuurlijk anderzijds wel zo dat we moeten streven naar een vermindering van CO2. En daar denk ik dat we, of daar ben ik overtuigd, dat de oplossing daar gaat zijn, een transformatie naar bio-LNG. Is dat dan dé aandrijving waar we moeten naar kijken voor de toekomst? Maar ik zou zeggen dat het de aandrijving voor de komende 10 jaar zeker, naast andere alternatieve aandrijving, dus om snel te decarboneren, kunnen wij mikken op bio-LNG en bio-CNG vandaag. En als men de globale TCO bekijkt, is het opnieuw nu, in 2023, voordeliger dan andere type brandstof. Mathieu, jij draagt ook twee petten. CEO van Matthäus Transport, maar er is ook de pet van Romac Fuels. Wat is jullie TCO-analyse eigenlijk na 10 jaar gebruik ondertussen? Na 10 jaar kunnen we eigenlijk positief zijn. Zeker ook omdat we inderdaad subsidies gekregen hebben van Europa, ook van België. Natuurlijk, wat gaat de volgende 10 jaar doen? En daar hangt het een beetje af wat er met de prijzen gaat gebeuren. Indien die prijzen stabiel blijven, is dat zeker positief. Bio-LNG, zijn jullie daar al mee bezig? Bio-LNG is inderdaad een hot topic. En inderdaad hopen we dat we daar ook verder kunnen in evolueren, ook in investeren. Natuurlijk moet er genoeg capaciteit zijn. We zien dat uiteindelijk de Europese markt er nu volop mee bezig is. En voor ons is dat een van de toekomst voor het gasverhaal nog leefbaar te houden. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken bij zo'n overgang? Het is heel belangrijk dat men ook van beseft dat er moet een alternatief, als dat er sowieso is, dat het ook economisch haalbaar moet zijn om met die voertuigen ook te gaan rijden. We zitten in een sector waar heel kleine marges zijn. En het is heel belangrijk dat er een verhaal is dat het economisch haalbaar maakt. Maar het is een kwestie van belonen en beboeten. In die zin, het is nodig dat ook overheden daar ons gaan ondersteunen naar die transitie. En ook subsidies gaan bieden voor die partijen die dat willen, die eerste stappen nemen. Ik ben er volledig mee eens. En wat dat daar heel belangrijk ook is voor mij, zijn eigenlijk twee zaken. Is enerzijds dat de wetgever federaal, regionaal, whatever, een duidelijke lange termijnvisie heeft. Ja. En niet de indruk geeft aan de transporteurs dat morgen alles weer om kan slaan en dat eigenlijk alle hun investeringen voor niks zijn geweest. Dat ontbreekt vandaag een beetje. Plus dat we gaan kijken naar een minder tunnelvisie als vandaag, die puur batterij-elektrisch is eigenlijk, met dan op lange termijn waterstof. Ik denk dat daar moeten we iets breder gaan kijken. En als we dan echt snel willen gaan, ik herhaal, biogas is klaar, die technologie en die trucks rijden. Dus we kunnen daar al heel veel winst maken op heel korte termijn. En tegelijkertijd, parallel, kunnen we de nieuwe technologieën gaan ontwikkelen. Een LNG-wagen is gemiddeld 30% duurder dan een dieselwagen. Hè? Hoe gaan jullie daarmee om? Dankzij de evolutie van de technologie, van de volumes ook, is dat verschil ondertussen iets kleiner geworden. Nu, als we gaan kijken naar de volledige TCO van die voertuigen, dan zijn we wel competitief. Dus we moeten gewoon iets verder gaan kijken als puur de aankoopprijs. En die aankoopprijs, daar zal, zoals we het vandaag zien, toch altijd een verschil op blijven, omdat er bepaalde gewoon componenten zijn die duurder zijn. Naar de toekomst toe gaat voor de vervoerder, onafgezien van de kostprijs en de TCO, want dat blijft natuurlijk belangrijk, maar gaat het ook de keuze zijn van ik ga een voertuig kopen en waarvoor ga ik het gebruiken? En in functie van het gebruik dat voorzien is met dat voertuig zal ook de keuze afhangen voor welk soort aandrijving dat op het moment gaat gekozen worden. Binnen 20 jaar zullen wij zeker zien 4-5 verschillende technologie en brandstoffen die hun deel zullen vinden op hun plaats, zullen vinden op de markt. Maar niet stoppen inderdaad, enkel maar alles op elektrificatie te plaatsen. Ik denk dat iedereen dat begint te beseffen, nu natuurlijk nog Europa. En ik denk dat het zal een boodschap van vandaag zijn, we gaan daarover terugkomen. Er zijn verschillende oplossingen en we moeten dat bekijken in een globale tijdlijn. Heren, ik ga jullie bedanken voor dit super verhelderend en vooral heel interessante debat, denk ik. Dank u wel Didier natuurlijk, dank u wel Benny, dank u wel Mathieu, dank u wel Olivier. Ik wens jullie ook ongelooflijk veel succes toe voor de toekomst. Dank u. Bent u benieuwd naar het volledige debat? Ga dan zeker naar transportmedia.be.
De Putter & Co. ging zoals gewoonlijk op zoek naar de trendsetter van het moment. Maar waar kwam hij deze keer uit? Voor de trendsetter in transport zijn we ditmaal bij een pionier in intermodaal vervoer te gast. Michel Verscheuren Transport maakte 50 jaar geleden reeds de modal shift en plaatste zijn vrachtwagens op de trein. Ondertussen verzorgt MVT vanuit verschillende terminals in Antwerpen en hier vanuit de Interface Terminal in Gent meer dan 150 transporten per week van en naar Italië en Spanje. Men zet hiervoor een 250-tal wissellaadbakken en containers in, voornamelijk 45 voet, maar ook 30 voet voor onder andere het vervoer van coils. Met een team van 70 medewerkers worden alle bewegingen in goede banen geleid waarbij de trucks, maar ook de units, op de treinen in real-time gevolgd worden. MVT biedt zijn klanten door-to-door oplossingen. Op de hoofdzetel in Ruddervoorde beschikt men over magazijnen en daar worden de goederen gegroepeerd om vervolgens op bestemming vanuit de eigen vestigingen in Italië en Spanje tot bij de klant geleverd te worden. Door in te zetten op multimodale oplossingen vervoert MVT jaarlijks meer dan 15 miljoen kilometer via spoor in plaats van over de weg. Een terechte trendsetter. Het is nu hoog tijd om te kijken naar het nieuwe seizoen van We Are Champions met nieuwe kandidaten. Nieuwe partners, maar vooral ook nieuwe opdrachten. Ik kijk er alvast naar uit. Transport is het peper en zout van onze samenleving. Volgens die leuze trekken twee bekende transportondernemers in juni door Vlaanderen om een van de meest prestigieuze bedrijven van ons land een handje te helpen. Doelstelling: het transport van zeezout veilig laten verlopen tussen de Zoutman-vestigingen in Gent en Roeselare. Zoutman bouwde vorig jaar in Noordzeeport Gent de hoogste productietoren voor zeezout ter wereld. De toren is 64,5 meter hoog en heeft een productievermogen van 150.000 ton zeezout per jaar. Dat zijn omgerekend ongeveer 4.000 gevulde vrachtwagens. En hoewel dit transport normaal via binnenvaart gebeurt, maken we eenmalig een uitzondering. De ondernemers krijgen deze knappe combinatie ter beschikking gesteld. Een MAN TGX 18510 met een Schwarzmüller kipper van CTTS. Wat meteen opvalt zijn de OptiView camera's. Dit is het digitaal spiegelvervangingssysteem van MAN, waarbij 5 camera's alle spiegels rond de trekker vervangen. Het wegvallen van de buitenspiegels moet het directe gezichtsveld vergroten. Bovendien wordt de dode hoek aan chauffeurs- en bijrijderszijde verkleind. Deze TGX beschikt ook over MAN Cruise Assist, een hulpsysteem dat op snelwegen en op snelweggelijkende rijkswegen gebruikt kan worden om de toegelaten maximumsnelheid zelf te bepalen. Het voertuig rijdt automatisch over zijn rijstrook en voert zachte stuurcorrecties uit, remt indien nodig af en start automatisch opnieuw na korte stops. Ook de cruise control functie MAN Efficient Cruise verhoogt het rijgemak. Het systeem registreert met behulp van driedimensionale routekaartgegevens de route met hellingen en afdalingen tot 3 kilometer vooruit. Zo kan het systeem de versnelling en de rijsnelheid nog nadrukkelijker aanpassen. Terugschakelen wordt steeds wanneer het zinvol is onderdrukt. Dit zorgt voor minder trekkrachtonderbrekingen en bespaart brandstof. De ondernemers zullen route zetten richting CTTS Trailer Solutions in Waregem, een bekende verdeler van Schwarzmüller Trailers. Het bedrijf werd in 2022 overgenomen door AND Trucks & Trailers, Alumac en David Duterlunje. AND heeft als belangrijkste activiteiten opbouw, onderhoud en herstellingen van alle getrokken materieel. Alumac is een gevestigde waarde voor alles wat de opbouw en inrichting van vracht- en bestelwagens betreft. Samen zetten ze alles op alles om van dit verhaal een succes te maken. In het gamma zit onder andere deze Hardox Thermokipper, een kipper voor een breed bouwsegment. Hiermee trekken de ondernemers richting Zoutman in Gent. De wagen is uitgerust met BPW-assen en een automatische liftas op de eerste as met wegrijhulp, waardoor extra stabiliteit en wendbaarheid worden geboden. De kipper is ook voorzien van een elektrisch schuifzeil met draadloze afstandsbediening om de veiligheid van de chauffeur te waarborgen. Een belangrijk kenmerk van de kipper is de vervaardiging van de opbouw uit Hardox HB450. Dit zorgt voor extra duurzaamheid en veiligheid bij het transporteren van zware ladingen.
Bovendien is Schwarzmüller een van de weinige constructeurs die een TUV-certificaat kan leveren voor de isolatie van de kipper. Met vaste isolatiepanelen is er geen kans op verzakking en zijn de buitenste platen minder gevoelig voor deuken. De kruiding is er dus al. Nu nog het hoofdgerecht. En daar moeten de transportondernemers zelf voor zorgen. Benieuwd wie achter het stuur kruipt van deze knappe combinatie? U ziet het in de juni-uitzending van We Are Champions. Voilà, beste mensen, deze aflevering van Transport en Vent TV. Die zit erop. Voelt u zich getriggerd om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur? Aarzel dan zeker niet om een kijkje te nemen op de website van Scholing VZW. Ik wens u alvast ongelooflijk veel succes toe. En dada! Putter & Co. Uw partner voor managementadvies, recrutering, overname- en fusiebegeleiding en logistieke consulting.